Hey filmfans, vandaag gaan we kijken naar de trailer van The Mummy. Universal gaat namelijk beginnen met een Cinematic Universe. Een Cinematic Monster Universe. Ja, we krijgen er weer een Cinematic Universe bij. Nu vraag je je waarschijnlijk af, hoe vaak kan je Cinematic Universe zeggen? Nou, dit was de laatste keer denk ik, in ieder geval van tevoren. The Mummy, met in de hoofdrol Tom Cruise en Sofia Boutella. Ik zeg het goed. Ja, de eerste trailer is er. Laten we eerst even gaan kijken. Het lijkt zo uit een soort van Mission Impossible film geript. De schrijver is dan ook, volgens mij de schrijver van een aantal Mission Impossible films. Edge of Tomorrow. Hij heeft dus al wat Tom Cruise producties gedaan. Het ziet er vet uit. De vrouwelijke hoofdrol, of de vrouwelijke bad guy, wordt in ieder geval gespeeld door dus Sofia Boutella. Ik vind het wel heel erg cool dat ze dus nu een keer een vrouw hebben gekozen, in plaats van een man als mummy. Dus dat is wel weer tof als bad guy. Zij is trouwens die chick uit Kingsman, met die zwaarden als benen. Dus nou, die vond ik eigenlijk best wel heel erg cool. En verder hebben we natuurlijk Russell Crowe in deze trailer zitten. En wat je niet uit de trailer haalt, maar wat je gewoon zo kan opzoeken op IMDb bijvoorbeeld, is dat hij speelt Dr. Jekyll. Heerlijke, heerlijke stem moet ik zeggen voor de voice-over die we horen. En wat, als ik het goed begrijp, krijgt Dr. Jekyll en Mr. Hyde krijgen het ook een eigen film. Ik weet niet precies in welke volgorde dat zit, maar dat komt later dus ook. Dus we kunnen er misschien wel vanuit gaan dat die dit gedeelte overleeft. She will claim. But she has been denied. De actiescène ziet er heel vet uit. In dat vliegtuig, terwijl het naar beneden stort. Een soort van, weet je wel, dat zero gravity. Dat ze alle kanten opvliegen. Dat ziet er heel erg tof uit. De CGI daarentegen, dat ziet er wat minder uit. Het is gewoon, weet je, het is niet kut. Maar het is ook niet heel erg goed. Ik ben niet onvergeblazen nou door de fantastische CGI in deze film. Het is ook wel een beetje een gebrek aan humor. Ik hoop wel dat dat een beetje in de film komt. Want het is allemaal wel heel erg bloedserieus. En ik heb toch altijd een beetje moeite met dit soort monsterfilms. Zeker als je er niet echt een diepe horrorfilm van gaat maken. En meer zo'n actiefilm zoals het eruit ziet. Daar moet er toch een tikkeltje humor in komen. Om het een beetje acceptabel te krijgen. Maar dat gezegd hebbende. Ik vind het eigenlijk best wel cool dat ze een cinematic universe gaan opzetten. Met al die monsterverhalen. Wel als ze het tenminste een beetje gedegen doen. En wel als het misschien wat beter doen dan bijvoorbeeld die Season Cinematic Universe op aan het zetten is. Maar ik moet zeggen, ik ben niet
hysterisch enthousiast over deze film. In ieder geval niet na het zien van deze trailer. Maar ik ben ook niet dat ik denk van... Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Wil je nog meer trailers zien? We hebben ook nog iets over Guardians of the Galaxy. En natuurlijk onze reviews kan je allemaal op ons kanaal zien. En natuurlijk ook op npo3.nl/film en serie. Tot de volgende keer. Bye bye.